Een teek op je blote huid na een potje voetbal in het bos. Het gebeurt steeds vaker, want de teek heeft het naar zijn zin in Gelderland. Tot nu hopelijk, want deze schapen moeten uitkomst brengen. Ze zijn behandeld met een antitekenmiddel. We hopen dat de teken die dus in het bos zitten, dat die op de schapen gaan zitten. En als die er dan op zitten, dan gaan ze dood. En dat zou goed nieuws zijn voor wandelaars. En voor schaapsherders, want de ziekte van Lyme heeft grote impact. Ik heb wel een aantal collega's die erdoor getroffen zijn. En dan ben je echt niet blij als je dat hebt. Nee. Dan ben je flink ziek. Dus ook de schaapsherders dragen graag op deze manier hun steentje bij. Ja, hartstikke leuk is dat. En ik weet niet of de schapen zich daar ook extra trots op voelen, maar ik kan me voorstellen van wel. Of het aantal teken ook echt vermindert, wordt de komende maanden op verschillende plekken getest. Als het werkt, is dat een grote doorbraak. Dat is inderdaad spannend. We hopen inderdaad dat het een doorbraak mag wezen. Maar dat zal blijken als we dus een aantal keren terug geweest zijn, ook in de loop van het jaar en volgend jaar. En dan zullen we zien wat de resultaten zijn. Even wachten dus of deze lokschapen de teek echt de baas gaan zijn.